Dit is Ibrahim. Hij heeft het, de jongen die in een rolstoel zit en die heel moeilijk met zijn beide handen tegelijk kan werken. Hij speelt heel graag in de klas, maar blokken, manipuleren of puzzelen is voor hem wel motorisch moeilijk. Daarom hebben we gezocht naar een mogelijkheid om toch een, dezelfde opdrachten te kunnen uitvoeren in een klas met de andere kinderen. Omdat het met materiaal echt wel moeilijk wordt, maar dat hij het cognitief wel aan kan. Door een tafel op hoogte te gaan zoeken en aan te passen en de computerscherm is voldoende groot en visueel heel duidelijk. Het is ook touchscreen, waardoor het, eigenlijk het manipuleren op zich al opgelost wordt. Het is niet enkel interessant voor Ibrahim, want andere kindjes kunnen ook hetzelfde scherm gebruiken. De ergotherapeut of een zorgjuf moet wel oefeningen maken of oefeningen zoeken op internet dat het kind kan uitvoeren. Je kan het ook natuurlijk ook gebruiken voor andere activiteiten, voor vrije tijd, maar ook voor ook natuurlijk voor cognitieve taken, ook Moogle-filmpjes, voor dingetjes aan te leren. Het werkt heel motiverend. Ook andere kindjes zijn er graag mee bezig. Wel is het voor de juf wel intensief, omdat ze steeds wel alles moet gaan voorbereiden. En gaan zoeken en alles van oefeningen maken. Zeker als ze met de volledige klas in de klas staat en geen extra handen heeft. Nieuwe oefeningen vragen natuurlijk ook een beetje inwerking en oefentijd, dat het kind weet wat hij moet doen en waar dat alles te vinden is. Voor het kind is het iets gekend, een computerscherm, de touch ook. Dus het is toch innovatief omdat het ook iets groter is en het wordt ook wel enthousiast onthaald. Het is ook geen super grote aanpassing voor een klas, maar je kan wel verschillende toepassingen ermee doen. Het is ook heel eenvoudig aan te sluiten op een computer. En het is iets wat je ook langdurig kan gebruiken en voor meerdere leerlingen.